Nee. Welkom allemaal. We gaan straks spelen. Nummers van de nieuwe LP, ook CD trouwens. En Mea Culpa, Mea Culpa. Ik ben de CD's en de LP's vergeten. Maar wie ze wil hebben, die kan zijn naam opschrijven en die krijgt ze onmiddellijk per omgaande toegestuurd. Dat beloof ik. Want zoiets stoms als dit, dat overkomt me maar. Zelden. Hoogstens één keer in de maand. Of zoiets. Dit is ook, jullie kunnen kennis maken van onze LP, dus dat is één. Maar wat belangrijk ook is, dat is dat we in het midden van de set een nieuw boekje gaan presenteren. Tenminste, de uitgever doet dat. Een boekje wat ik heb geschreven met tekeningen van Harry Gele. En daar zal het een en ander over verteld worden in een interview. Harry Gele heeft ook nog een kort zeggen. En de uitgever zelf heeft ook een opvatting over het boekje en dat gaat hij ook vertellen. Dus dat is zo'n beetje het programma. Jij bent klaar? Ja. Jij? Ik ook. Dan beginnen we met een nummer dat heet Everzwijn, tenminste in het Engels is dat Wild Boar. Dat was het eerste nummer.
tweede nummer, dankjewel, is The Trail of the Hedgehog. En het gaat als volgt. Het gaat als volgt. 1, 2, 3, 1, 2, 1. I got fed up with drawing cartoons and caricatures. They're so funny. Draw me one of your funny pictures. No! I had resolved that I was going to write novels, but God, how empty and superficial my writing was. I decided to consult my old friend Owl and ask him to point out the flaws in my attempts. The good owl screech. Your words and lines are quite unorthodox, but the syntax is too similar to the writing of the fox. With fox-like, I mean that too many ideas leap from your brain and get kicked around a bit and end up completely sketchy. Then you go far. He's a master in combining the broad sweep and the detail. So follow his trail. Follow his trail. Dit is een nummer waarvan we wel de muziek hebben gemaakt, maar de tekst is van Rudyard Kipling, komt uit het Jungle Book. Als er een zaal voor me zit van wat jongere mensen, dat komt ook wel eens voor, dan zeg ik altijd van, nou, ik kan precies zien wie bij jullie in de padvullerij heeft gezeten. En dan zegt Frans altijd, ja, nou, dat weten we nou wel. Dat is één keer leuk, maar niet nog een keer. Dus dat doe ik nooit meer. In ieder geval, het heet Road Song of the Bender Log. Dat is al die dieren in die Jungle Book die kunnen praten, zingen. En het mooiste lied is toch dat van de apen. Road Song of the Bender Log. Here we go in a flung festoon, halfway up to the jealous moon. Don't you envy our princeful bands? Don't you wish you had extra hands? Wouldn't you like your tails were so curved in the shape of a cupid's bow? Now you're angry, but never mind, brother, thy tail hangs down behind. Here we sit in a branchy road, thinking
dreaming of beautiful things we know, dreaming of deeds that we mean to do, all complete in a minute or two. Something noble and grand and good, won by merely wishing we could. Now we're going to. Never mind, brother, thy tail hangs down behind. All the talk we ever heard, uttered by bat or beast or bird, hide or fin or scale or feather, jabber it quickly and all together. Excellent! Wonderful! Once again! Just like men. Let's pretend we are. Never mind, brother, thy tail hangs down behind. This is the way of the monkey kind. And join the way of the monkey kind. Join our leaping lines that scumfish through the pines, that rocket by where light and high the wild grapes swings by the rubbish in your wake and the noble noise we make. Be sure we're going to do some splendid things. Ja, Lucas, dat is mijn gitarist, we kennen elkaar al heel lang. En Lucas die kwam op een bepaald moment met de volgende gedachte. Ja, Cor, we hebben al een heleboel dingen samen gedaan, maar jij vertelt nooit eens een keer wat over jezelf. Jawel. En toen zei ik, nou, lees het volgende boekje van me maar eens. En luister maar eens goed of lees maar eens goed naar de teksten. En toen kwam hij terug en toen zei hij, ze gaan allemaal over seks. Is dat een goeie? Nou ja, ik klopt okay. Niet helemaal, maar met je schrijver, dus je mag een beetje naar je eigen... Hij klopt precies. Panther. Ja, oké. Teach me to get to know myself.
she instructed me to pull myself out of the well by my hair. Well, well, that seemed only fair. So I did what she said. Black Panther said, let's go, let's go to a place where the morals are extremely low. Let's lay ourselves down on the sandy ground of a dune, and then slowly but surely had been pursed, now open, showing the teeth through which she hissed like the fateful snake in the Garden of Eden. And as I saw, she was desperate to come. I encouraged her to come on, come on, come on. And then I was sure about the fact that Lucifer sent her. Lucifer. Het Black Cat 1925-2020, dus het gaat ook inderdaad over iemand. En het is Honor Blackman, en dat was een van de actrices die speelde in The Avengers, in De Wrekers. En het was helemaal zwart gekleed, dus het was een soort zwarte kat. En jullie, ik weet niet of jullie haar nog kennen, ze was een van de eerste die die rol speelde. Later kreeg natuurlijk Emma Peel, die is bekender geworden in die rol, ook heel erg goed trouwens. Nou, dit is een soort obade. Honor Blackman. Thank you.
let's all honor Blackman, a black cat dressed in leather as an Avenger. She was slinky like a cat, she was kinky just like that. Even James Bond had to confront her in a roller. Speaking in tones like hers, even couldn't be a baddie. It was an honor to see honor on TV with the gallant Patrick McNee. Volgende nummer is de titelnummer van de plaat, tenminste een gedeelte daarvan. De volledige titel is Koala en Other Metamorphoses. Maar dit is het nummer dat heet Koala en dat is een beestje dat, dat verschijnt wel eens in mijn bed en dan duwt hij mij naar de rand. En dan denk ik dat ik over de rand val en dan houdt ze me nog net op tijd tegen, lig ik zo'n beetje tussen vallen en opstaan en tussen ja en nee en tussen ben ik aan het slapen of ben ik wakker, al die dingen en dat heet dus een koala. I can hear making sounds beneath my sheets. Then I know.
that she's around the masala of the day. My cold love softly spinning, then kusjes van de koala. Dit was het eerste gedeelte van ons optreden. En dan krijgen we nu een gedeelte van de presentatie van het boekje. En ik denk dat Frank dan naar het toneel komt. Beste aanwezigen, beste kijkers ook. We hebben het brilletje erbij op en een verhoginkje. Er staat in het programma dat we het optreden van Trespassers W halverwege onderbreken voor een korte boekpresentatie. Trespassers W speelt vanavond integraal het nieuwe album Koala and Other Metamorphoses. Je zou het boek dat nu als pauzenummer gepresenteerd gaat worden een van die Other Metamorphoses kunnen noemen. Kijkt u mee op het scherm achter mij naar het gesprek dat uitgeverijredacteur Peter de Rijk hier een paar dagen geleden had met Cor Goud. Het duurt een kwartier. Aansluitend vertel ik nog wat over het boek,
en vraag ik Cor Goud één avontuur uit 19 maal een avontuur van eendje en beest voor te lezen. Daarna gaat Trespassers W verder met de tweede helft, de andere kant van hun plaat. Een of andere manier weer terugkomt in al die boeken die je gemaakt hebt. Veel over muziek, erg veel over muziek. Zou je kunnen zeggen dat muziek bijna altijd in jouw boeken voorkomt? In ieder geval in de manier van schrijven. Ik vind een van de allerbelangrijkste dingen van literatuur... en dat geldt niet alleen voor de mijne, maar ook van boeken die ik lees... dat er een ritme in zit en dat er een klankwerking in zit... Je moet eigenlijk een soort in je lichaam al een soort ritme hebben terwijl je het leest. Je moet niet struikelen, je moet niet over iets vallen. Over een lelijk woord, over een slechte afbreking. Of over al te korte zinnen. Of over alleen maar lange zinnen. Dat vind ik zo verschrikkelijk belangrijk. En dat heeft natuurlijk met de filosofie te maken. Dat zegt niet meer dan het is. Hou je tot de kern van de zaak. Dat is één. Maar ook met de muziek natuurlijk. Mm-hmm. En het eerste boek wat ik bij Frank Knipscher heb uitgegeven, dat was Noiret. Dat ging zelfs zo extreem dat ieder verhaal wat in dat boek stond ritmisch was. Helemaal metrisch zou je zelfs kunnen zeggen. Mm-hmm. Als je het zo voorlas, dan zou je het helemaal zeg maar, als een metrisch gedicht kunnen voordragen. Ja. Dus het was een uitdaging. En dat zo extreem is natuurlijk niet meer met de boeken die daarna zijn gekomen. Maar het idee zit er wel in. Ja. Is het woord uitdaging niet eigenlijk kenmerkend voor al jouw boeken? Dat ze een uitdaging zijn om ze te maken. Om te bedenken waar gaat het over, hoe moet het eruit zien. Ja. Maar misschien ook zelfs ook een uitdaging voor de lezer. Ik denk dat dat samenvalt. Het is natuurlijk zo, ik heb een thematiek. En die thematiek die zal bij veel lezers wel aanspreken, denk ik. Maar de manier waarop ik het construeer... De hoofdstukken, de volgordes, af en toe de afwisselingen van sfeer... dat je af en toe een typisch documentair gedeelte krijgt... en dan weer een heel erg literair gedeelte... en dan weer een soort documentair gedeelte. Dat is natuurlijk weer wat anders dan het eerste. Dan raken ze misschien in het begin eventjes in paniek. Of wat heb ik hier voor een boek? Wat is dit? Hoe kan ik dit categoriseren? Want mensen willen dat graag. Hè? Die willen graag categoriseren. Dat zie je ook bij de journalisten. Ze moeten dat kaderen. Dat is iets waar de stijl en zeg maar de compositie gewoon een oplossing voor moeten geven. Mm. Je moet van dat boek gaan houden, omdat het komt bij je binnen. Hè? Ja. Het komt bij je levenssappen, bij je hartritme, weet ik wat. Het komt binnen. Hè? En dat is wat ik probeer. Ja. Maar tegelijkertijd ontregel je dus eigenlijk wel. Dat heeft ook wel weer iets met die filosofische achtergrond te maken. Ik heb heel in mijn actieve periode van de filosofie... Nadat ik medewerker ben geweest in Leiden... ben ik de wijde wereld ingegaan met filosofische gedachten en ideeën. En toen kwam ik heel dicht bij bewegingen die een beetje aan die marge al zaten. Zoals het situationisme, om maar iets te noemen. En dat zijn dingen die me ook dusdanig beïnvloed hebben... dat ik zeg van, nou, ik geef je een weg. Dat is een route die af en toe afslaat... en af en toe op een plaats terechtkomt... waar je eigenlijk niet meer verder kan, maar terug moet. Dat zit er wel in. Dus het is eigenlijk... Ik geef ze ook wel een puzzel, ook een uitdaging. Ja. 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 Nou, was het boek hiervoor volgens mij Big. Hè? Ja. Jouw roman, kunnen we wel zeggen. Ja. Ook al wijkt die af van de standaardroman. Ja. Speelt in het verleden. Ja.
daarnaast hebben we dan 3 deeltjes van 19 keer. Mm-hmm. Ja, totaal andere wereld, zou je haast zeggen. Yeah. Boeken die ergens iets te maken hebben met de prentenboeken zoals we die kennen voor haast de niet-lezer of de zeer beginnende lezer. Yeah. Maar die zijn het dus helemaal niet. Nee. Het eerste deel was nostalgisch getint, heel Haags eigenlijk, voor mij als Amsterdammer. Ja. Daarna een 19 keer over jouw vader. Ja. Die hadden toch nog een zekere verwantschap wat mij betreft. Ja, maar... ja. In ieder geval dat het eerste gedeelte dat ging over eigenlijk een nogal tragisch verloop van het leven van een dienstmeisje wat in Den Haag een dienstje kreeg. En dat werd dan geregeld door een dominee van Goeree Overflakkee, waar ze vandaan kwam. En dat werd dan kortgesloten met een dominee in Den Haag. En die zocht dan een goed adres voor dat meisje. En ze was ontzettend gelukkig en heel vrij. En ze kon met kinderen omgaan. Heel goed zelfs. Maar het bleef natuurlijk toch een soort ingeslotenheid tussen die twee dominees. En dat heeft er op een bepaald moment opgebroken. Ja. Op een bepaald moment kwam ze in een situatie dat ze verliefd werd op iemand en eigenlijk de vrijheid tegemoet wilde gaan. Maar dat kon niet. Dat mocht niet. En in dat tweede boekje over mijn vader heb ik vooral geprobeerd om juist persoonlijke emoties of uitweidingen die ik er misschien bij zou hebben kunnen schrijven, om die weg te laten, om eigenlijk alleen maar sec, heel erg cool te beschrijven van hoe die man leefde, hoe die bewoog, hoe die soms nerveus was en hoe zich dat uitte. Hoe hij heel erg lief aan de andere kant kon zijn. Het was heel dubbelzinnig. Hoe hij met de hond omging. Al dat soort dingen, maar dan echt als foto's eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Maar dan alle details heel scherp weergegeven. Ja. En nou ja, dit is... Wacht even, wat was de rol dan van die illustraties eigenlijk? Nou, de rol van de illustraties is eigenlijk dat Harry Gele, die de boeken van 19 keer heeft geïllustreerd en dat mm-hmm. prachtig heeft gedaan trouwens, dat hij een gevoel heeft voor wat ik nu zeg. Mm-hmm. En dus niet een eigen verhaal daarnaast wil maken, maar juist ook in wil gaan op acties, bewegingen, omgeving die belangrijk is in in een bepaald stukje van het verhaal. En daarbij het verhaal eigenlijk een extra verhaal maakt, zoals je het ook visueel kan zien. Terwijl ik het natuurlijk meer op een literaire manier doe. Dus het gaat toevoeging meer om de taal. Waar het normaal een illustratie is. Precies, het is geen directe illustratie. Ja. En toen had je die twee boeken gemaakt. Is toen eigenlijk bij jou het kwartje gevallen van ik kan ook in deze reeks een heel ander boek maken? Ja, ik vond die eerste twee ook al anders, maar nog niet zo anders als deze. Mm-hmm. Deze is inderdaad heel anders, omdat het gaat over... Harry Gele heeft mij toen op een bepaald moment gezegd, dit is een boek van geluk. Mm-hmm. En dat staat ook op de achterflap van het boek. Ja. Dat vond ik wel mooi, want dat is het natuurlijk ook. Mm-hmm. Wat ik natuurlijk wilde doen, is een periode van geluk ook in mijn eigen leven. En ook in dat van mijn vriendin. Om dat weer te geven, zodanig dat het echt geluk was. Geluk is natuurlijk een heel moeilijk begrip, omdat het breekbaar is. De filosofen die wagen zich er ook meestal niet aan. Het heeft te weinig substantie om daar een bepaalde connotatie aan te verbinden. Dus wat dan overblijft, dat is iets van, geluk is voor iedereen weer anders. En dat is ook misschien wel zo, dat weet ik niet. Maar in ieder geval in de periode dat ik voor het eerst met mijn vriendin omging, voelde dat als geluk. En ik wist natuurlijk wel dat geluk kwetsbaar is. Natuurlijk, ieder geluk houdt op misschien. Al is het maar door de dood of door de ziekte. Maar het is ook zoiets waarvan je kan zeggen van, nou, het is eigenlijk iets als een huis op palen. Met een zadeldak en er zit een luik in de vloer. En als je dat luik opendoet, dan zie je de verledens van de personen. En dat kan moeilijk zijn. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld niet stroken met ideeën die je dan hebt opgebouwd in hun samenhang met die relatie.
Ja. En in die schuine daken heb je dan, ramen. En daar kunnen zeg maar de vrienden en de kennissen en de familieleden van de twee personen kunnen daar aanvliegen en doorheen vliegen. En eigenlijk ook weer je bepaalde dingen opleggen of bepaalde dingen interpreteren. Of bepaalde dingen zelfs verbieden. Die absoluut niet bij dat geluk horen. Want die geluk is een soort vrijheid in een soort spel, een soort een toneelspel. Een heel serieus toneelspel wat je samen hebt opgebouwd. Ja. En dat is wat het is. Daar mag niet iemand anders bij komen. Oh. Nou, vertel je het eigenlijk. En mensen die het boek niet kennen, die zouden vergeten dat het over eendje en beest gaat. Oh ja. Waarbij jij natuurlijk beest bent. En het zijn twee dieren die geleerd hebben zich als mensen te gedragen eigenlijk. Ja, ja. Vaak worden ze of verleiden ze elkaar eigenlijk tot kinderspel. Slootjes springen, spelen met woorden. Maar het zijn wel degelijk volwassenen. Ja. En jij vindt dat heel leuk om op die grens te lopen. Hè? Van ja, wat is kind, wat is volwassen? Ja. Wat is eigenlijk literatuur? Hoe ver kun je ook gaan? Ja. Ik heb het idee dat je altijd probeert die grens ook op te rekken. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, en ja, je kan natuurlijk ook zeggen van die natuurlijkheid die in het dier zit en die dan in dat spel op een of andere manier tot uiting komt. Mm-hmm. De speelsheid, de aanhankelijkheid, al dat soort elementen meer. Dat zie je natuurlijk wel bij Rousseau bijvoorbeeld, hè, die de natuurstaat verheft tot datgene waar we eigenlijk weer naar terug moeten gaan. En dat al die hele zeg maar, ontwikkelingen in de cultuur, met de technologie, et cetera, dat beschadigend is. Ja. Ik zeg het nou een beetje gechargeerd, maar daar komt het wel op neer. En dat is een van die dingen waar ik dan ook wel heb nagedacht terwijl ik het schreef. En het andere is natuurlijk de vorm waarin je het giet. Die niet alleen precies aan moet sluiten bij het verhaal wat je schrijft, maar ook bij de werkelijkheid van dat moment. Zoals we met elkaar spraken, zoals we taal opbouwden. Ja. Wat je normaal niet naar buiten laat komen. Nee, over het algemeen niet. Nee. En die, ik heb er wel eens over nagedacht wat die stijl nou eigenlijk inhield. En toen heb ik gedacht, nou, eigenlijk wat het dichtst bij komt, dat is, ik vond dat het charme moest hebben. Ik vind charme trouwens sowieso een mooi woord, met zijn veel gelaagdheid. Maar de charme van een kind, hè, zoals een kind. Mm-hmm. Hè, ik heb zelf kinderen, inmiddels van een behoorlijke leeftijd. Maar die toen ze klein waren, dan kwamen ze op je af of op hun moeder af. En dan zei ze dingen en dan dacht ik van, wat een onuitsprekelijke charme is dit. Mm. Het was geen cliché, ze hadden het niet geleerd, maar er kwam iets waar je warm van werd. Ja. En dat is wat ik eigenlijk heb proberen in die stijl te plaatsen. Mm. Nou, ik denk dat het wel heel erg gelukt is. Want het gaat natuurlijk ook over de dood. Hè. Mm. Het gaat natuurlijk over de mogelijkheid van het verliezen van het geluk. Maar ik had ook zo'n idee van, het is voor mij ook een boek wat heel troostend uiteindelijk is eigenlijk. Ja, ja. Het leven kan best zwaar zijn. Als we om ons heen kijken wat er allemaal gebeurt, dat is nou niet al te positief. Nee. En dan kom jij met dit. En dat is een wereld waar je eigenlijk liever zou vertoeven. Ja. Nou, zolang het er is, is het er. Mm. Zo moet je erover denken. Kijk, al die andere dingen weet je natuurlijk wel. Mm. Beestjes misschien niet, maar ze zijn ook mensen. Dat is natuurlijk, kijk, het beestje is het spel. De mensen zijn ook dingen waar ze in de werkelijkheid rekening mee moeten houden. En dan komt die buitenwereld komt natuurlijk op een bepaald moment toch aan de orde. Hè? Bijvoorbeeld als eentje het beest naar een begraafplaats brengt waar ze een abonnement heeft. Dit heeft ze gekregen van een familielid, van een graf. Mm-hmm. En dan krijg je de rare situatie dat beest vraagt, maar als je nou naast mij wil liggen, dat is dubbel. Ja. In de eerste plaats van, daar heeft ze nog niet over nagedacht. En dit is haar familie, dat is iets anders dan wij samen. Het tweede is natuurlijk dat, zijn we dan nog wel bij elkaar? Dat zit er ook in, hè? Mm-hmm. Tegen die tijd. Ja, nee, klopt. Ja. Heel realistisch. Ja. Zie je zelf nog een tweede boek over
Eendje en Beest schrijven? Ik weet het niet. Ik denk dat het. Ik heb nog wel een paar van die stukken geschreven en die heb ik dan op mijn computer staan. Maar ik weet niet of. Ik denk dat het zo mooi is eigenlijk. Mm. Ja. Want dan ga je ook eigenlijk over die. Over die ja, die bijna. Literaire wereld heen. Mm-hmm. En dan kom je steeds meer natuurlijk in de wereld van de andere soortige behoeftes en de noodzaak die in het leven voorkomt en financiële dingen die een rol gaan spelen. Mm-hmm. Dat kan je dan natuurlijk ook niet uitlaten op een bepaald moment. Nee. Dit was wat het was toen. Hè, de eerste 2-3 jaar. Ja. Nou ja, dan moeten we het bij dit boek laten. En dan kan je natuurlijk hierna weer een ander prachtboek schrijven. Nou, ik ben bezig met een roman en dat is, daar ben ik tot nu toe heel tevreden over. Maar ik word nogal een beetje opgehouden door andere activiteiten, zoals het programma wat eens in de maand in Den Haag zich afspeelt. Dat heet Live in de Puntjak. Maar goed, misschien daarna weer een 19 keer. Hè? Als Harry er zin in heeft, dan komt er wel weer wat. Ja, ja. Ja, nou ja, de tijd zal het leren, Cor. Ja, de tijd zal leren dat we stoppen, denk ik. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Goed. Op het eerste oog denk je dat je een kinderboek in handen hebt. Iets als een gouden boekje. Maar zodra je gaat lezen, merk je meteen dat het iets heel anders betreft. Cor Goud heeft met 19 maal een avontuur van een eendje en beest een boek geschreven waarvan je geen tweede zal kunnen vinden. Zelfs de twee voorgangers in zijn 19 maal reeks, 19 maal Dans, Smalleman, Dans en 19 maal Bellen en de 20ste is zoek, zijn geheel anders. Hoogstens zou je kunnen zeggen dat die uiterlijk overeenkomen door de meesterlijke illustraties van Harry Geelen. Velen van ons zullen Harry Geelen wel kennen, althans de 50-plussers onder ons als kind en hun ouders. Hij is een gelouterd en veelbekroond schrijver, illustrator, componist, regisseur, een icoon. Het belletje zal wel gaan rinkelen als ik de titels noem van de 3 tv-series uit met name de jaren 70. Oebele, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? En Q&Q. Met welke series hij Nederlands cultureel erfgoed werd. Harry Geelen is er vanavond niet bij. Hij is 83 en dan wordt mobiliteit vaak een probleem. Maar Harry heeft wel een telefonische boodschap gestuurd voor Cor. En zo is Harry Geelen toch, zij het op beeld, vanavond aanwezig. Cor, Emma en ik kunnen niet naar je presentatie komen, maar ik wil natuurlijk wel iets zeggen over het boek wat ik voor je versierd heb. Toen ik hoorde dat je nu aan een prentenboek bezig was dat Eendje en Beest heette, heb ik onmiddellijk gemaild dat ik dat absoluut wou versieren. Kijk, dat beesten van eendjes houden is niet bijzonder. Maar eendjes die van beest houden, die zijn een prentenboek waard. Koch. Ja, prachtig. Als het goed is, kijkt Harry Geelen vanavond live mee. Cor Goud is een kleine generatie jonger dan Harry Geelen, maar net zo veelzijdig. Neerlandicus, filosoof, schrijver, dichter, tekstschrijver en muzikant. Naast boeken over muziek, Den Haag en filosofie
schreef hij poëziebundels, verhalenbundels en musicals. Goud ligt al een tipje van de sluier op met de ondertitel van 19 maal een avontuur van eendje en beest. Een boek over geluk. En dat is het ook. Het gaat over liefde en wat dat met mensen doet. Eendje en beest zijn twee verliefden die van hun troetelnaampjes hun naam hebben gemaakt. Eendje mag dan een eendje zijn en dat ook vergeten zijn als ze in het water valt. Voor beest is ze een begeerlijk meisje en zo wordt ze ook beschreven. De 19 in de titel betreft het aantal verhaaltjes dat beest en aan eendje vertelt over de mooie momenten uit hun verleden. Ik citeer. Hun eerste ontmoeting, een afspraakje in Pavlov, het restaurant van impulsieve keuze. Hoe ze na het dessert en de koffie wachten tot de pijpenstelen uit de lucht tot kalmte waren gekomen. Wat niet gebeurde. Waarna ze kleddernat elkaar hadden gezoend en eendje vroeg of er binnenkort een vervolg kwam. Eendje wil alle details horen en die krijgt ze ook en daarmee de lezer, die al lang snapt dat dit verhaal niet voor kleine oortjes bedoeld is. Want eendje en beest kruipen onder de lakens en wat daar gebeurt en wat beest daarbij denkt, wordt in geuren en kleuren beschreven. Dat beschrijven toont Goud als de liefhebber van het woord, net als in zijn roman Bik. Zo gebruikt hij soms woorden uit een, tussen aanhalingstekens, een heel oud en slecht liefdesboek en benoemt hij zijn intelligente jonge muze met feerieke ochtendschoonheid. Al noemt hij haar meestal gewoon eendje. Samen maken ze het nodige mee. Zuurkool als ontbijt, eten in bed, samen in bad gaan en dat in bed doen en erbuiten wat verliefden nu eenmaal doen. Goud beschrijft dat dichterlijk, zodat je niet tussen de legels kunt lezen wat er gebeurt, al wijkt hij daar ook wel eens van af. Juist dat constant wisselen van toon maakt dit liefdeswerk zo rijk. Ook omdat dit boek zo eerlijk is. Beest is ouder dan eendje en daardoor kan bekvechten ontstaan en zelfs ruzies door gesprekken over vroeger. De wildste vrijpartijen vinden plaats wanneer het einde in zicht is, maar nog net niet bereikt. Dat was een citaat. Ook praten ze over de dood. Alles bij elkaar leeft het een boek op dat zijn weerga niet kent. Een heerlijk boek over de liefde. Wat zo knap en benijdenswaardig is, dat zowel Cor Goud als Harry Gele in staat zijn het kind in zichzelf en daarmee de onbevangenheid die bij het kind hoort op te roepen en los te laten. Zij helpen u als lezer dat ook te doen. Met deze woorden wil ik graag het eerste exemplaar overhandigen aan Cor Goud, a.k.a. also known als Beest. Cor, kom op het podium, je moet daar toch zijn. En dan zeg ik proficiat tegen je. Dames en heren, u begrijpt dat Harry Gele zijn eerste exemplaar al eerder heeft ontvangen. Cor. Ja, dat is goed. Deze is in ieder geval voor jou. Ja. Van harte. Je, ja, je had het al een keer gezien. Ja, want ja. Soms heb je ook ja. Ja, maar dat wou ik eigenlijk gebruik van maken. Ja, maar mag ik nog daarvoor iets zeggen? Ja. Oké. Okay. Ja.
Ik zei je dat Harry Geder zijn exemplaren al had ontvangen. Toch heb ik hierbij nog een tweede. Dus ik had er eigenlijk al eentje liggen. Dus feitelijk een derde eerste exemplaar. Want waar beest is, zal eentje niet ver weg zijn. Het liefst zou ze nu wegfladderen. Maar deze kans laat ik niet voorbij gaan. Daphne, dit exemplaar is voor jou. Cor, zou jij tot slot van deze boekpresentatie misschien nog zelf iets willen zeggen, maar in ieder geval één avontuur uit 19 maal een avontuur van eentje en beest willen voorlezen? Dat wil ik graag doen. Okay. Ik wil eerst eigenlijk de twee boeken uitreiken. Ja. Ik vind dat je prachtig hebt gesproken en dat dank ik je zeer voor. Ik wil even een andere stemming er doorheen brengen. Dat is misschien moeilijk in deze situatie. Gisteren is een hele goede vriend van mij overleden. Dat is een man die behoort tot de Fluxusbeweging en behoorde inmiddels. En met wie ik heel veel heb opgetreden. Met performances. Hij zorgde vooral voor de attributen en de mooie dingen. En dat gaf mij natuurlijk een schok, maar ook iets anders. Het deed mij eraan denken dat alles wat ik heb gedaan in mijn leven in de kunst, voor een heel groot deel een gevolg is van mijn samenwerking met andere mensen die mij ontzettend veel geleerd hebben. En dat gaat eigenlijk door tot de dag van vandaag. En daarom heb ik er twee gevraagd van jou, Frank. Omdat op een bepaald moment is Lucas naar mij toegekomen en die zei van, we moeten een plaat maken weer eens. En die moet ook weer, het moet weer een trespassersplaat zijn. En we moeten optreden. En daar was ik ontzettend blij mee, want ik had in die tussentijd, voor die tijd, had ik wel een aantal platen gemaakt en een aantal dingen gedaan, maar optreden was er al een tijd niet meer bij. Maar daar verlangde ik ontzettend naar, omdat contact met het publiek, zeker als zanger, is heel erg belangrijk, want je ziet gewoon je publiek. Je kan kijken hoe ze reageren, je kan kijken of ze het mooi vinden, of ze ontroerd raken, of ze verward raken, alles. Je kan alles zien. Dat is met een boek niet zo, want dat komt in een huis waar je niet bij bent. En toen was ik ontzettend dankbaar dat Lucas mij dat vroeg. En Frans, die altijd bereid is geweest om Trespassers W en mij bij te staan als het om muziek, maar ook om projecten ging. En die was onmiddellijk bereikt, hoewel die helemaal uit elke keer maar weer uit Zierikzee moet komen of aan moet drijven of moet zeilen of wat het dan ook is, om hier naartoe te komen, om naar Rotterdam te komen of naar Den Haag. Die heeft zich onmiddellijk weer bereid verklaard om te helpen. En wat ik dus dacht bij die overleden vriend, dat strek ik verder naar de mensen in het algemeen met wie ik samengewerkt heb en die mij zo ontzettend veel hebben gebracht en geholpen. En me op de been hebben gehouden ook, want die kunst is voor mij belangrijk. Natuurlijk net zo belangrijk als eentje, misschien niet zo belangrijk, maar ook wel ongelooflijk belangrijk om verder te kunnen gaan. En daarom heb ik besloten om deze twee boeken aan Frank en aan Lucas uit te reiken. Dus die moeten maar even naar voren komen, of ze het nou leuk vinden of niet. Ik heb ook wel ook voor jou opgestaan. Je hebt het verdiend. Goed, verhaal dan. Van eentje en beest. Een trouwe lezer van deze avonturenreeks had een brief naar de uitgever geschreven met de vraag of beest of eentje wilde vertellen hoe hun romance, zo stond het in de brief, was begonnen. Toen de uitgever de vraag aan eentje en beest voorlegde, had hij enige verlegenheid in de gezichten van het tweetal bespeurd. Na een seconde of 10 verbrak beest de stilte die hierna was ontstaan.
Beest wilde wel vertellen wat hij had willen doen. Toen hij de boekwinkel binnenkwam waar eentje werkte en haar herkende van de schoolfoto, maar niet had gedurfd. Enigszins schuchter kwam Beest met zijn fantasie over de brug. Op die dag dat ik de winkel binnenkwam en haar voor het eerst in levende lijven zag, had ik heel stoute schoenen aan en zei tegen haar: het mooiste van jou zijn je ogen, het groen en de stralen van geel die er doorheen bewegen. En het allermooiste is de dwalende pupil in je linkeroog, die zijn eigen grillen volgt en onafvolgbaar is voor wie jou aankijkt. Wil je mijn vriendin zijn? Maar ach, voordat ik aan deze droomwoorden kon beginnen, was de stoutheid uit mijn schoenen gesijpeld. Kon eentje dan vertellen hoe het in werkelijkheid was gegaan? Dat wilde ze wel doen. Ze had Beest een mailtje gestuurd waarin ze hem vroeg of ze zijn laatste boek ook bij hem persoonlijk kon bestellen, liefst met een leuke opdracht erin. Beest had glimlachend naar Eentjes verhaal geluisterd en voegde daaraan toe: en terwijl ik die mail las, liepen mijn schoenen weer vol met stoutheid. Wanneer Beest aan Eentje denkt, verschijnen beelden in zijn hoofd van de momenten waarop ze hem blij of gelukkig heeft gemaakt. Dat zijn er vele. Degene die Beest vanochtend te binnen schoot speelde zich af in een schoenenwinkel waar Eentje enige tijd geleden schoenen met hoge hakjes had gekocht. Voordat ze die wilde afrekenen, viel haar oog op een paar afgeprijsde grijze slofjes die hun bescheiden koopsom meer dan waard leken. Nadat Eentje een paar in haar maat aangereikt had gekregen, trok ze die aan en keek in de laag aan de muur bevestigde spiegel hoe die haar stonden. Prachtig, applaudisseerde Beest. Het zijn toverdansslofjes. Probeer maar eens. En toen maakte Eentje een dansje in het rond dat zo verrukkelijk en gracieus en zo perfect in zijn ingehouden ritme was, dat beiden moesten beamen dat deze pantoffeltjes wel toverdansslofjes moesten zijn. We gaan verder met de muziek. Ietsje hoger. Ja. Het volgende nummer heet Raccoon en Lucas weet of het met één C of met twee C's geschreven is. Vandaag met twee C's. Vandaag met twee C's. Oh, dan is het goed. Ja. The manor house. Soon the raccoon will lick at the spoon with the leftover jelly still smeared on it. Soon the raccoon, quite over the moon, will pry open the balcony. The room and
start to sing for Looney Tunes. Soon the raccoon will beckon his mates and wake up and follow in his footsteps. Soon the raccoons will be there and croon, hoochie coochie coot in a smooth style. Raccoons will change their tunes when Grandma comes in with the broomstick. Soon the raccoons, these silly old coons, will wander embarrassed on the terrace. Oh, naughty raccoons. Oh, naughty raccoons. Naughty raccoons. Het volgende nummer dat heet Squirrel, dat is eekhoorn. En eekhoorn, dat ziet eruit als een heel lief beestje, een knuffelbeestje. Is die dan? Squirrel. Simultaneously
wonderful. Always remember that she's stuck, that her teeth are sharp, at them cutting. Always remember that she's stuck, that her teeth are sharp, at them cutting. That she's not a cuddly toy, but a little predator who is willing to destroy you. Who is willing to destroy you? Who is willing to destroy you? You. You. De song of the song thrush. Ik ben geboren en getogen, en ik woon er nu weer trouwens, vlak voor het Scheveningse bos. Eigenlijk erin, want eigenlijk groeiden die bomen, die groeiden eigenlijk de tuin in, zo'n beetje als in het verhaal van Macbeth. En ja, dan hoor je van alles, maar wat je bijvoorbeeld ook hoort, dat is eigenlijk dat niet alleen de vogeltjes muziek maken of zingen, maar dat alles muziek maakt. Alles, de grond, de bomen, alles. En daar gaat dit liedje over. Rowing on the edge of Scheveningen Wood, I soon found out that the world was sound from my earliest years. Waves of sound reached my ears from the smallest particles of metal. A microscopic chorus would start to ring out, mostly early in the morning and late in the evening. Coming from the solid earth, a terrestrial rhythm section. Passing breeze gave a sunny decoration to the trees, to the bushes, to the ground. He sounds were met by the whole foundation of a living world consisting of coming from an oak tree, the wondrous song of the sun thrush.
and this melody stuck in my mind. It must have felt like eating flies from the gods, from the gods, from the gods. Coming from the solid earth, a terrestrial rhythm section. Coming from an oak tree, the wondrous song of the sun, of the sun. Jij die kunstfluit of Frans? een verhaaltje wat ook in Eendje en Beest voorkomt, dat heet King Frog. En dat gaat er eigenlijk over, als iemand op zijn allerbest is, de jeugd nog in zich heeft, maar welke leeftijd dan ook heeft, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Moet je dan iemand proberen ouder te denken of moet je proberen hem jong te houden en zodanig te denken? Daar gaat dit sprookje eigenlijk over. King Frog. Above them circled the elf Tinkerbell, with her eyes firmly fixed on the prettiest duckling of the group. That little one was by far the cutest and the most graceful of them all. With a golden beak
pink and silver ring. As we chill and alert as a duck can be. Wrinkled and green, jumped out of the water, screaming, "Ay, ay, ay! It's me, King Frog, and I shall decide who'll be transformed into an adult and who will stay as long as she may." Bijzondere nummers om mee te eindigen. We maken heel af en toe een cover, maar dan moet er een speciale reden voor zijn, of we moeten het nummer zo mooi en ook zo bij ons passend vinden dat we dat doen. Of we krijgen een uitnodiging, zoals onlangs een Italiaans label, wat een twee cd's uitbracht, die een tribute moesten zijn voor Syd Barrett. En Syd Barrett is altijd een van mijn absolute favorieten geweest. En wie een beetje naar het interview heeft geluisterd, die begrijpt ook wel waarom. Het is iemand die altijd in alle nummers zichzelf is en kinderlijk is. En af en toe ook hele wijze dingen opeens ertussendoor zegt. En ik vind het een prachtige artiest, maar het is met zijn hoofd niet goed gegaan. Die liep op een bepaald moment leeg, terwijl allerlei mensen die hem kenden nog naar zijn huis gingen om hem te bezichtigen. Dat was pijnlijk, maar een geweldige artiest, Syd Barrett. En dit is het nummer. Hij had een aantal nummers, die had hij in de la liggen. En daar heeft hij eigenlijk heel weinig mee gedaan, demo's van gemaakt. En we hebben toen een van die hele onbekende nummers hebben we gekozen. En daar een versie van gemaakt. En dat gaan we nu live doen. Het heet Birdie Hop. Birdie hop, he do, he hop along. A lonely bird upon the window there. He, there he blow, windy snow. He knew the snow, I know the snow. A hoppy bird. The antelope will ride around the parasol just to see if he's a man enough to meet you in the sandpit on a flying kite of sighing in the Madison day. You know the way, I see the fly. She's a little kite, so if you think you might like fire like a kite, you gotta see her every night. You know the way, she's only paving the way. Hector Chrome. As she flies. Birdie hop, he hop along, a lonely bird upon a window. There he flow, the wind is snow, he know the snow.
the Polish don wouldn't look to see his feet had gone. He wouldn't like it, wouldn't have the strength to fight it. I see the flies, I see the flies. I'm the only bird, little bird. I lost a quarter, had a yearning to be earning just a dollar a day. And in a way I shouldn't like it. I see the flies, 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 flies. I hear the flies, I hear the flies, I hear the... Waanzin kreeg een vorm. Ja, dit was, het hoorde min of meer bij wat we de laatste tijd gedaan hebben. Een beetje anders natuurlijk ook. Maar omdat dit een bijzondere gelegenheid is, dachten we, nou, laten we ook het allereerste nummer spelen wat Trespass W op plaat heeft gezet. Dat was de B-kant van een nummer dat heet Burn It Down, maar dat was een cover, daar hebben we wel hele rare dingen mee gedaan, maar op de achterkant stond Final Curtain. En dat gaat over een echtscheiding. En echtscheidingen die kunnen net zo dodelijk zijn als een eekhoorntje als die op drift is, of gekte die in iemands hoofd komt. Final Curtain. Final curtain. Oh, was it the guillotine? Will the scattered parts and pieces be unseen? Let the children come to me Sunday morning in the park. Let their eyes famous spark. The sharks are never satisfied. What's might is never right. What is it you still want from me? My money or my destiny? What's left of all those years of strangers in the park who part on Sunday evening just before dark?
The sharks are never satisfied, but might is never right. What is it you still want from me, my money or my destiny? Dank jullie voor komen, ja. Komen hier, komst. En dat is toch wel heel erg leuk om te doen. En ik dank ook vooral Frank Knipsen natuurlijk, hè, voordat hij dat hij dit allemaal weer op heeft gezet en het prachtige verhaal. En jullie? Jou ook hoor. Ja, jij zelf ook. En bedankt voor je. Ik zou nog één ding zeggen. Ik ben dus echt ongelooflijk stom geweest door die platen niet mee te nemen. Als jullie nou bijvoorbeeld bij Frank jullie naam en adres opgeven en jullie willen die plaat hebben of eventueel de cd, dan stuur ik die echt onmiddellijk. Dus doe dat. Als je hem wil hebben, doe dat. Want anders ga ik weer naar huis met een oh nee gevoel. Maar ja. Nou ja. Precies. Oké. Okay. Ja. Het is het waard. Ja. Ja. Maar een mooi boek hoor, en het ruikt zo lekker. Ja. Ik ook op boeken ruiken. Het komt allemaal door onze uitgever. Ja. Ook lekker ruiken. Ja. Nee, ik ben er toch blij om. Dat is altijd wat ik doe. Kun jij dan doen? Weet je ook al een boeken ruiken? Nee, of niet? Ja, de vriend die overleden is, die kwam net even door de emotie er niet